Goedemorgen allemaal. You just give me a... Het is vandaag maandag en een nieuwe week. En volgende week nog een week van de uitslag van de scriptie. Ik ga vrijdag een strandrit maken met een paard. Een paardrijrit op het strand maken met Leon en mijn nicht. Fucking leuk. Echt holy shit. Ik heb vroeger altijd paardrijden gezeten, maar ik heb het nu heel lang niet gedaan. Dus ik ga naar de vriendin van mijn neef. En die heeft een eigen paard. Dus we gaan een cap ophalen. Want die mag van haar lenen. Echt super lief. En even een rondje op haar paard rijden. Om te kijken of ik het nog kan. En daarna wilde ik naar de Oriental gaan. Want ja, daar wil ik gewoon heen. Ik wil gewoon van noedels halen. Ik wil mosjes halen. Ik wil lekker van die snackjes halen. Daar heb ik helemaal zin in. Je hebt er ook allemaal gewoon lekker dingen voor. Maak van eten. Dus ik wil daar gewoon heen. En shit kopen. Ik ben zo wit. Oh my god, ik moet echt... Ik ben wel ziek, gewoon zo wit. Dus ik moet echt even iets vanzelf bijna op. Want dit kan echt niet. Maar goed, ja, ik ga wat eten. Nou jongens, dit was echt heel leuk. Ik heb dus even een rondje op paard ook even gereden. En ook gegalopeerd, een klein stukje. Om gewoon even die feeling te krijgen. Dat je even... Ja... Ja, dat ik het wel een soort van kan. Maar nee, zei dat het echt super goed ging. Dat ja, dat is helemaal top. Dus dan weet ik dat ook weer een beetje. Nou, helemaal chill. Ja, ik vond het zo leuk. Op dit soort dingen denk ik echt, ja, dit moet je eigenlijk gewoon weer oppakken. Als je het overdreven hoort. Als je het leuk vindt. Dus wellicht kan ik even naar kijken. Ik weet alleen niet hoe dat zit. Manege bijvoorbeeld, want vaak heb je daar alleen maar jonge kinderen en zo. Ik ga nu naar de Oriental, zoals ik volgens mij al had gezegd. Isabel zou ook komen, maar ik denk dat ze nog slaapt. Ze heeft zo'n mega jetlag natuurlijk. Maar goed, ik ga er nu heen. Ik ga er even bellen. Shoppen in de Oriental, hoe leuk. Isabel en ik zijn bij de Oriental. We hebben lekker veel gekocht. Ik ga een unboxing haul later doen. En we hebben nu even gyozaatjes, lekker voor de smaak. Ik heb een Oriental shoplog geplaatst op mijn TikTok. Dus wat ik allemaal heb gekocht, moet je even die TikTok checken. Ik ga nu sporten. Het is opeens vet mooi weer. En de zon schijnt en zo. Dus ik ga lekker op de scooter. Het is wel 5 uur, dus ik hoop dat het een beetje rustig is. Maar ik denk dat het ook een beetje later wordt. Maar ja, eet ik wat later, maar niet. Ik ga nu lekker sporten. Ik ben alweer thuis, zou ik zeggen. Maar ik ben de hele dag al thuis. Ik ben klaar met... Nee, ik ben ook niet klaar. Ik heb net geëdit. My god, Saar. Ik ga nu even spullen pakken. Het is 10:30 en ik ga naar Stan. Zou je denken, waarom ga ik om 10:30 naar Stan? Maar ik moet werken vanavond. En morgenochtend is hij vrij. Dus dan hebben we morgenochtend even samen. Dus dat is wel leuk. Ik dacht dat was leuk. Dus ik ga nu naar hem toe. Ik ga Stan spullen pakken. En dan gaan we Vampire Diaries kijken. Onze guilty pleasure. Ik heb mezelf even omgekleed. En helemaal gefleekt. Hoe leuk outfitje het zit. I'm totally obsessed. Ik ga even lekker een beetje in het zonnetje zitten. Ik heb een beetje een schorre stem. Ga ik ziek worden? Oh no. Hoi. Ik heb even mijn klaar gemaakt en mijn haar gekruld en zo. Want als ik het dus vorige week ook gekruld. En toen heeft het echt 3-4 dagen echt goed gezeten. Dus ik dacht als ik het nu krul, dan zit het de aankomende dagen gewoon goed. Ja. Het is toch gewoon chill. Het is echt super mooi weer. En ik wil eigenlijk gewoon even een rondje lopen of zo. Ja, ik ga 4 uur sporten dus. Wacht, ik ga even bedenken wat ik nou moet doen. Want mijn hoofd is... I just did something again. Again. Oké, niet meer Engels praten. Ik begin met N en eindig op oedels. Noedels. Ik ben zo fan van noedels. So good. Ik heb hier ook weer een tik-tok-tik-tok-tik-tok-tik-tik-tik-tak. Nu is het gewoon lekker uitgezocht. Zo, nu zit het perfect. Maar dat zei ik niet. Je moet even de TikTok kijken. Wil je het recept zien? Het is echt goed gelukt weer. Vanavond ga ik trouwens naar de film. Echt zin in. Ticket to Paradise. Om toch nog even jullie te... hoe noem je dat? Amuseren. Amuseren. Klein mukbangetje geven. Ik ben de laatste tijd echt weer helemaal into.
Het is nu wat beter. Omdat ze niet zo heet meer zijn. Wel heel pittig. Oh my god, ik moet water. En dan heb ik nog niet eens het hele zakje gedaan, hè. Maar wat ik wil zeggen is dat ik laatst ook echt helemaal into de mukbanger ben. Ik was er een tijdje uit, maar ik weet niet hoe dat kwam. Ik denk gewoon door Isabel. Mijn mukbang buddy. We hebben zoveel mukbang ideeën al, dat gaat nergens over. I love food. Nou, als ik dat hele zakje erin had gedaan, was het niet goed geweest. Was niet goed gegaan. Ik heb lekker gesport en gedoucht en klaargemaakt. Mijn krullen zitten nog steeds helemaal goed. Ik hoop dat het nu ook weer dagen mooi blijft zitten. Ik ga nu dus lekker naar de film met Nina en Bo. Ga naar de film Ticket to Paradise. Ticket to Paradise. Ik heb er echt helemaal zin in. Bo gaat nu lekker allemaal vreten halen. Gaan helemaal los. Ik weet alleen even niet wat ik aan moet. Want ik wil gewoon even een chill outfitje. Ik heb nu zo'n heel leuk topje met een blazer. Maar ik wil eigenlijk gewoon een trui aan. Dus ik denk dat ik dat ook gewoon doe. Oké, ik heb gewoon even lekker zo'n trui aangedaan. Gewoon lekker chill. Deze tas erbij. En volgens mij is Nina er bijna, dus ik moet gaan. Ja, maar ik ben nog weer erbij. Nee, nee. Oh. Als ik die tas over doe, dan komen er zeg maar 10 minuten. Jongens. Dit gaat weer helemaal fout. We zijn weer 10 minuten te laat, want we zijn een kwartier naar een plek gaan zoeken in de meest dode stad dat er bestaat. En we konden gewoon geen parkeerplek vinden, nou. Maar we zijn er bijna. En ik ga even de ticket opzoeken. We hebben echt 2 tassen vol met vreten. Shout-out naar Bo, want die heeft het allemaal gehaald. Swag. Swag. Ik heb gelijk je tas gezien. Hoe dan? Oké. Okay. Zo door ze erin, jongen, naar boven. Ik heb hem. Oké, okay, let's go. Oh, ja, top. Where? Oké, okay, goedemorgen man. Het is vandaag woensdag. Super random change of plans. Ik zou vandaag eigenlijk niks gaan doen. Maar ik werd net gevraagd voor een event voor Babor. Dat is een skincare merk. Ik heb daar ook best wel veel skincare van. Super leuk, want het is dus een event met een brunch en zo. Er zou eigenlijk iemand anders gaan die is uitgevallen. En toen werd ik opeens benaderd. Dus nou, super leuk. Maar dat is om 11 uur al in Amsterdam. Dus ik moet wel een beetje opschieten. Dus ik heb gelukkig dat ik überhaupt wakker ben. Nou ja, nee, dat ook niet. Ik zet ook echt gewoon vroeg mijn werk. Maar ik kom er de laatste tijd zo vet moeilijk uit. Dus we doen even wat oogcream op. Oké, dit was echt de meest lelijke Nederlands-Engels ever. Oké, maar helemaal zin in. Oh, wat een lekker cremetje is dit altijd, zeg. Nou, ben ik heel erg benieuwd naar. Dus een beetje opschieten. Dus ik ga even snel mijn make-up doen. Gelukkig zat mij nog lekker in de krul. Alright, ik zit in de auto. Helemaal ready. Ik weet nou niet wat ik van die lippen even vind bij mezelf. Misschien vind ik een glossje gewoon beter. Maar het gaat toch alweer af. Want we gaan eten en weet ik het allemaal. Ik ben niet helemaal eens over mijn outfit. Maar ja. Fuck it. Heb ik mijn outfit laten zien? Ik weet het niet. Maar ik ga in ieder geval onderweg. Het is in Amsterdam. Dus gaan we weer. Hoe vaak ik wel die ritjes naar Amsterdam maak, dat is echt niet te doen. Beter woon ik er gewoon snel. Godverdomme jongens, dit vind ik zo kut. Was dit echt zo'n leuk event, heb ik gewoon niet gefilmd. Maar dat komt dus omdat het gewoon zo gezellig was en zo leuk. Dat je dan gewoon vergeet te filmen. En dat is altijd met leuke dingen. Dat heb je ook als je in het echte leven bent. Dan vergeet je foto's te maken. Het was zo gezellig. Het was lekker eten. Lekker. Ik heb een mega goodie bag met allemaal Babor skincare. Heel lief een bloemetje gekregen. En ja, het was zo leuk. Ze deden daar dus ook een human research reading. Dus dan gaan ze kijken naar hoe laat je bent geboren. Welke dag, welk jaartal en zo. En dan gaan ze daar een hele reading op doen. Dus dat heb ik ook gedaan. Dat was echt vet interessant. Eigenlijk heel veel dingen die ik al wist, maar wat het eigenlijk bevestigde, zeg maar. Dus ja, het is wel gewoon fijn dat je op de juiste pad bent, zeg maar, van je leven. En
ja, heel fijn. Dus ja, ik ga nu naar huis rijden. Echt chaos weer in Amsterdam hier. Oh my god. Het is helemaal gek hier. Godver. Fucking weirdo. Oké, het is inmiddels avond. Ik heb lekker gesport. En ik ga zo meteen lekker de douche in. Kijk hoe bizar goed die krullen nog zitten. Ik ga even mijn goodiebag laten zien van Babor. Het is echt niet normaal. Het is gewoon een hele tas vol. En ik ga lekker een self-care avondje houden hiermee. Want ik heb er helemaal geen in. Ik ga lekker in bad. Ik heb mezelf een red wine. Helemaal heerlijk. Clearly. Babor is dus een skincare merk en ik heb er dus al zelf skincare van. I love it. Wat ze dus hebben, zijn allemaal van die kleine ampullen. En dat is precies genoeg voor één keer. Dus een serum. Het is dus tussen je make-up afhalen, het reinigen en je crème in. Dus een serum. En daar hebben ze allemaal verschillende maten, geuren, soorten, kleuren van. En dit is dan een 7-day treatment. Dus voor één week precies. I love it. Dit zijn de Power Serums. Hydratatie. Active Night. Staat er ook bij waar het goed voor is. With Love. Hyaluronic Acid. Oh, one of my faves. Multivitamine. Perfect Glow. Oh my god. Dit is niet normaal. Hier kon ik wel even lekker een paar weken mee vooruit. Dus deze allemaal. Dus dan kan je elke week gewoon zo'n doosje openen. Kijk. En dan kun je elke week gewoon gebruiken. En je moet ook helemaal je nek en je décolleté en zo meenemen, zeiden ze dus. Ja, ik kan niet wachten om dit te gebruiken. I love it. Dan zit er een borstel mee. Deze zei ze dat je die onder de douche moet gebruiken. En dat je van beneden naar boven moet. Ook van je armen naar je hart toe allemaal. Dat is goed voor je bloedomloop en zo, deze borstel. En dat maakt je huid dus goed. En doorgrond het, reinigt het goed. Dus... ja, helemaal chill. Ben benieuwd. Ach, er zitten ook twee macaronnetjes bij. Ik had ze niet gezien, nu zijn ze geplit. Die ga ik lekker opeten in bad. Hoe cute. I love macarons. Leuk. Dan een body cream. Ze zei dat deze ook echt super lekker was. Nou, ik smeer mezelf sowieso altijd in na bad of douche. Dus hier ga ik ook lekker mee insmeren. Ik kan niet wachten om dit allemaal lekker te gebruiken. Oh, het voelt helemaal alsof ik jarig ben. Zo'n tas vol met leuke cadeautjes. Oh, ruikt heel lekker. Lekker body cream. Nou, die gaat ook zeker gebruikt worden. Dan hebben we hier... oh, dit is zo'n band. Dat is ook altijd heel handig. Dat kan je dus zo doen. En dan zo. Fucking chill. Voor je skincare en zo ook. Die gaan we hier doen. Oh, wat pennen. Dit vind ik echt, ja, het klinkt stom, maar heel chill. Ik hou van goede pennen. Deze zijn wel mooi. Deze zijn wel aesthetically black. Ik moet hier bij mijn notitieblok. Zwart, past er leuk bij. Oké, dan hebben we hier een... oh ja, zo'n gotcha steen. Dit schijnt dus ook echt heel goed te zijn voor je. Ik moet dit echt meer gaan doen. Een handcream, altijd cute, fijn. Dan hebben we hier een cellular... infusion. Dit is een moisturizer. Heel chill. En een, ook een 24 uur. Wacht. Oh, wow. Ja, twee heerlijke crèmetjes. Mascara. Oh, leuk. Een blip en blush cheek. Oh, cheekstick. Oh, wat cute. Ik zei maar niet dat ze ook make-up hadden. Super cute. Oké, nou, dit ga ik wel even lekker uittesten. Oh ja, poeder. Hier had ze over verteld. Ze zei dat deze poeder echt niet normaal mooi was. Hij lijkt dus op een highlighter. Maar als je hem dus opdoet, schijnt het gewoon een poedertje zijn. Kan je over heel je gezicht doen. Ben benieuwd. Ben heel erg benieuwd. Wat een leuke productie allemaal. Leuk. Oké, maar ik ga nu lekker in bad. Mezelf even verwennen met al deze leuke dingen. Goedemorgen allemaal. Wat is vandaag... donderdag. Ik heb net lekker gesport met Isabel. Ik heb een beetje klaargemaakt. Krullen zitten nog steeds. En het is nu 10:15. Ik moet nu gaan, want ik ga een lashlift doen. Heel erg benieuwd naar. Alright, ik ben weer thuis. En ik heb de lashlift gedaan. Dat is echt niet normaal. Check dit.
Check die lash lift. Holy shit. Ik heb gewoon geen mascara op. Niet mijn wimpers gekruld, niks. En het is gewoon zo mooi. Dus ik ben er echt super blij mee. Ik heb dit gedaan bij Beauty Babes bij Lina. Het is haar Instagram. En dan kan je ook nog heel veel mooie foto's zien van mensen. Die ook bijvoorbeeld, ze doet ook brows, lashes, alles. Ze doet lash lifting, brows, henna, brows, brow lifting en zo. En zit dus in Nieuwkoop. Dus voor de mensen die bij mij in de buurt wonen, echt ideaal. Ik heb echt weinig mensen in de buurt bij ons die dat doen. Dus dan is dit echt gewoon top. Dus jij kan haar Insta even checken, dus Beauty Babes bij Lina. En dan kun je dus, als je ook wel een hele mooie lash lift zetten. Want de vorige keer dat ik dus een lash lift had gedaan, heeft het echt 3 dagen gezeten. En het was niet eens zo mooi. Dus toen zag je het eigenlijk bijna niet eens. Dus hier ben ik echt heel erg blij mee. Thank you, babe. En Isabel en ik gaan zo meteen even lekker naar Alfa. Ga even wat eten. En ik moet ook even naar de kruidenvat nog doos shampoo halen. En ik wil naar de Hema. Zat. Oh ja, en we gaan trouwens ook gewoon even werken. We nemen gewoon onze laptop mee. Ik ben gezellig met iets bij de Brist. We hebben lekker koffie. Je wilde dus de pumpkin spice latte. Maar die was er niet meer. Wat was die nou op of zo? Ja, niet leefbaar. Niet leefbaar. Ja, iedereen wil natuurlijk pumpkin spice latte. Nou, ook heel lekker. Maar dit ruikt ook naar kaneel. Oh ja. Heel gewoon lekker. Ja. Gewoon rechtop. Oh, maar nu ben ik veel hoger. Ga eens omwisselen. Dit is gewoon een stuk lager. Pak even een hard kussen. Ik zie iets zo hard. Oh, het is een lighter pink. Nu heb ik weer heel veel kleding over. Ja, ik zit hier in mijn topje. It is what it is. Yeah. Ja, misschien ook wel even iets van die blote armen. Het ziet er ook niet uit. De girls hebben lekker mukbang opgenomen. Nou, dat is helemaal top weer. En we hebben ons nu helemaal klaargemaakt. We gaan dus uit in Amsterdam. Yes, bitches. Ik heb dus dit aan. Ik heb een all leather look. Behalve mijn blazer dan natuurlijk. Maar deze leuke corset. En dan een leren broek. Oh. Schoenies. Blazertje, tassie. Oorbellies. Helemaal leuk. Ja, ja. Moois. Nou, laten we gaan. Goedemorgen allemaal, het is vandaag vrijdag. Vandaag is een superleuke dag, want ik ga een paardrijrit maken over het strand. Ik heb er zoveel zin in. Ik heb wel echt super kort geslapen, want ik sliep echt pas om 5 uur en moest om 10 uur er weer uit. Dus ik heb nog maar 5 uurtjes geslapen, maar het uitgaan gisteren was wel echt super gezellig. Maar ik ga nu snel naar mijn nicht, want ik ben al een beetje laat. We gaan even wat eten en dan gaan we erheen rijden. Well, miss, I guess I'll be on my way now. You just give me a... Goedemorgen allemaal, het is vandaag zaterdag. Ik heb volgens mij al een tijdje niet gevlogd. Gisteren was die paardrijrit, was echt super leuk. Maar daarna was ik gewoon helemaal kapot. Ik had natuurlijk echt maar 5 uurtjes geslapen omdat we uit waren geweest. Dus ik was daarna gewoon meteen mijn bed ingegaan en gaan slapen. Oh my god, jongens, dit is gewoon niet normaal, hè? Dit is gewoon niet normaal, jullie weten dit gewoon nog niet. Na die paardrijrit kreeg ik allemaal gemiste oproepen op mijn telefoon. En ik had een appje en ik denk, hè, wie is dit? En ze zei, je moet me nu terugbellen. Dus ik bel terug. Heb ik mijn fucking scriptie gehaald, jongens? Ik wist het niet eens. Ik dacht dat ik aankomende dinsdag pas gebeld zou worden. Maar ik heb gewoon mijn scriptie gehaald. Nou, echt, wat een geweldige dag. Ik kan het gewoon nog niet beseffen, omdat ik gewoon zo moe was. Ik zat echt zo, huh? Wat? Mijn scriptie gehaald? Ik dacht echt van, wat? Zo vet. Nou, echt geweldig. Met een 7,5. Gewoon holy shit. Dus ik hoef nu alleen maar te verdedigen. En then I'm done. I have my diploma.
Daar ben ik helemaal excited voor. Ik ga nu sushi mukbang editen. En die ga ik hopelijk zo snel mogelijk online gooien. Maar echt, holy shit. Ik heb hier gewoon ineens verteld. Gisteravond gezellig lekker hapjes gemaakt en zo. Lekker met Stan en mijn ouders. Wijntje gedaan en wat een film gekeken. Dus het was echt super gezellig allemaal. En vandaag heb ik echt bizar veel spierpijn. Ik voel me gewoon ziek van de zierpijn. Ik voel me gewoon ziek van de spierpijn. Maar ja, logisch. Want ik bedoel, je kan niet opeens 2,5 paard rijden en geen spierpijn krijgen. Want dat zijn gewoon spieren die je niet snel gebruikt. Maar het was wel echt ziek gaaf. En ik heb helaas alleen maar beelden van dat we natuurlijk stappen op het paard. Maar ja, ik kan niet gaan vloggen. Paard over het strand race en in galop gaat en weet ik het allemaal. Dus ja, gisteren was echt een hele hectische, maar wel een leuke dag. Maar daardoor ben ik vandaag gewoon helemaal gesloopt. Ik lijk wel een oud wijf, maar ik ben gewoon helemaal gesloopt. Maar ik ga nu gewoon chillen. Het is 2:15 alweer. Ik ben even tosti aan maken. Ik ga ook ondertussen even sushi mukbang editen. Dat was het. Het is vandaag zondag. Ik heb haast, stress, alles. Ik heb mijn haar gekruld. I fucking love it. Make-up hier opgedaan. Dit is de look. En ik heb een verjaardag van mijn nichtje nu. En daarna ga ik lekker uit eten met Daan die naast Dan. Helemaal zin in. Dus ik heb haast. Ik ga er vandoor. Nou, wat net heb gezegd. De verjaardag van mijn nichtje aan. Nou, eigenlijk mijn kind van mijn nicht. Dus ja, achter een nichtje of zo, weet ik veel. Het is nu 5:00. Ik ga nu snel naar huis. En dan word ik opgehaald. Helemaal zin in. Lekker kaas eten. Ik wil kaas. Nou, we zijn in de kaasbar. Dit is zo vet. We hebben al een eerste kaas gepakt. Dus een truffelbrie. En ja, hier heb je dus op de menukaart al die soorten staan. En dan zit er dus een nummertje aan. En dan kan je dus weten wat het is. En het gaat hier gewoon in een treintje voor je neus. Hoe chill. Ik vind het echt helemaal leuk. Heel slecht, hè? Ik weet het niet. Wat dan? Ja, ik weet niet of het zo is. Oh. Nou, we hebben echt zoveel kaas op, dat is gewoon bizar. Ja. Wel hetzelfde? Ja. En we hebben lekker rood wijntje. Ik weet niet wat die jaren. Hoeveel kaas zouden we op hebben? Ja, ik denk wel 20. Nou, 1, 2, 3, 4. Oh. Nee, dit zijn er al 4. 15. 10. Nee, we hebben wel 15 borstjes, maar we hebben maar 10 kaas. Ja. 10 kaas. 3 worsten. Wat voor gesproken. Hier is die allemaal nog lekker. Ja, neem jij niet maar lekker. Dus ja, als je van kaas houdt, zeg ik, zo, ga hierheen. Als je niet van kaas houdt, zou ik het afraden. Nou, dan, als je van kaas houdt, is dit de hemel. Ja, ook. Als je niet van kaas houdt, is dit een hel. Ja. Maar, ja, I love it. Oh, niet goed. Zeg ik het niet. We zijn Ajax aan het kijken op echt een fucking groot scherm. En we hebben gin, nee, ik bedoel appel. En je haring bij de andere. Precies. Nou, wij hebben net Ajax gekeken. Hoeveel hebben Ajax gewonnen? 7-1. Ik heb echt goed gekeken. We hebben zoveel gezien van die Ajax. Ja. En 3 keer raden waar we nu zijn. Bij de McDonald's. Stan staat in de rij. Altijd een goede afsluiter. We gaan. Ik heb lekker spicy McChicken. Jongens, ik ben thuis. Het was echt super gezellig. Zo, mijn stem is helemaal. Oké, Robben. Nu is mijn haar echt perfecto. Ik hoop dat het morgen ook nog zo zit. Ja, maar het was echt een super gezellige avond. Heerlijk kaas gegeten. Houders van kaas gaan naar de kaasbar. Als je niet van kaas houdt, ga je niet. Logisch. En daarna zijn we nog naar het paardje geweest om Ajax te kijken. Oh, zo gezellig. Ik ga even mijn make-up eraf halen. En lekker slapen. Dus het is de eerste keer dat ik de vlog eindig op een zondagavond. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vond je het nou leuk? Vergeet zeker niet mijn support door een blij duimpje te geven. Op mijn kanaal te abonneren. Mij te volgen op Instagram. En ja, heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei! Yes, I'll be on my way now.